Eleonora. Prego. Ja, ik wil graag mijn verhaal vertellen. Mijn kinderen hadden geen veilige toekomst. Soms konden ze naar school, maar soms ook niet. Ik was altijd bang dat ze niet terug zouden komen. Het was echt een moeilijke beslissing. Maar na overleg met mijn man hebben we besloten om ik te gaan. Want mijn man is sterker dan ik. En als iets in Syrië gevaarlijk is, kan hij mijn kinderen snel naar andere veilige plek vluchten. En ook met de boot gevaarlijk. Maar moet iemand weg? Of ik of hem. Mijn rugzak is het enige wat ik kan meenemen. En werd mijn hele leven. En ik heb vanaf Syrië tot Turkije met de grote boot. Dan vanaf Turkije naar Griekenland met de rubberboot. Het was echt gevaarlijk. Want ik zat met 21 mensen in de boot. En toen ik aangekomen ben, ik geloof niet dat ik nog overleef. Ik geloof niet. Ik kijk, ja, lichaam is hier en ik ben nog overleven. En ik had geen contact met mijn man en met mijn kinderen. Zij dachten dat ik overleed. Want ik mocht niet mijn mobiel gebruiken door de politie in Griekenland. Maar mijn rugzak was het altijd bij mij. Ik voel me veilig met mijn rugzak. Ik voel me niet alleen. En in de rugzak had ik de foto's van mijn kinderen. Ik heb dit meegenomen, want misschien zie ik hen nooit meer terug. En dit is de foto van mijn kinderen. Want in de rugzak mag niet te veel spoelen. Het is zwaar voor de rubberboot. Mijn kinderen ook hadden echt een moeilijke tijd in Syrië. Maar niemand laat mij weten. Want zij willen ik dat geen zorgen maken. Maar ik wist wel van het nieuws. Ja. Als je het zelf niet meemaakt, is het zo lastig om je om het je voor te stellen hoe het is. Dat je dan op een punt staat om weg te gaan. En dat je gewoon niet weet of je ze inderdaad ooit nog kunt zien. Daar kan ik me bijna geen voorstelling van maken als moeder zijnde. Ja. Ik merkte het ook, ik kreeg kippenvel. En nu ik erover praat ook weer. Ja, echt super heftig. Ja. Maar uiteindelijk kwamen ze naar Nederland. Hoe was dat? Ik werd echt blij. Ik ben gesprongen en dansen. Ja, maar de jongste, hij wil niet bij mij komen. Was boos. Hij was boos op mij. Maar ik begrijp wel. Want hij is kind. Hij dacht dat zijn moeder hem verlaten. Ja, nu wonen we hier. En werken en studeren. September ga ik horecaopleiding volgen. MBO 3. Ja. Ik mis mijn land. En mijn hart ligt ook nog daar. Ja. Ik maak graag Syrisch hapjes. En u kunt ook proeven. Wat is koppe? Dat is echt bekend gerecht in Syrië. Ja, en vooral Aleppo, want ik kom uit Aleppo.
Lekker? Mm-hmm. Ja. Ja. Dan word ik er blij. Ik zie het. Kijk, als u naar de rugzak kijkt, dan is ze oud. Mm-hmm. Maar ik wil niet weggooien. Nee, ik begrijp het. Ja. Mijn man, mijn kinderen hebben niks gezien, maar die wel. Ja, precies. Ja. Dus je maatje. Ja, maatje. Ja, echt. Ik heb ook een toetje gemaakt. Dank je. Ik zit hier alleen maar te eten.